jongens en welkom bij weer een nieuwe vlog van de Avonturenfamilie. Welkom, leuk dat je kijkt. Wij hebben vandaag wat leuks op de planning. Waar gaan we heen? Naar de disco! Naar de disco! En het is in het hotel en dan gaan we naar beneden, een trap naar beneden. En dan is daar dus een game room. Daarnaast daar we erin gaan. Ja. De nachtclub. Ja, de nachtclub. De nightclub. Die is open voor de meiden. Of niet alleen voor die meiden, maar voor kinderen van 3 tot en met 10. Het heet Knatten Disco. Knatten Disco. Van 1 tot 2. Dus we zijn ons wat klaarmaken. Die meiden willen natuurlijk even make-upje op. Haren raam even mooi maken. Kijken of we er een kleurtje in krijgen. Dan gaan die meiden spelen bij twee zusjes. Hè? Dat zijn jullie vriendinnetjes. Ja, dat is eigenlijk maar eerst gaan we naar de disco dan. Ja, daarna ga je dus spelen en ja, blijven wij bij het hotel, want om 6 uur of om 6:15 begint de parade. Die gaan we even filmen, die moeten we ook filmen voor de commune. Maar is natuurlijk ook wel even leuk om te laten zien. En ik denk dat we dan net daarvoor ook die meiden weer even ophalen. Want die spelen dus bij een vriendinnetje net buiten het dorp. Dus ik denk dat jullie dat ook wel willen zien, die parade, of niet? Ja. Ja? Ja? Oké. Okay. Ik ga die meiden even verder klaarmaken en dan gaan we zo. Meiden zijn klaar, wij gaan naar de disco. Papa is even aan het filmen, hè? Ja. Ja, papa is even aan het filmen met de drone. En wij wachten eventjes. Want ja, mama heeft nogal wat eisen. En ze moest maar mee. Dus we zijn hier. Goedemorgen deze morgen. Het is vandaag maandagochtend 7 oktober en dat betekent dat ik jarig ben. Yay. Ja, dus we gaan even voor haar zingen. We hebben hier een van de cadeautjes en die gaat ze uitpakken. Ze moet zo meteen gewoon naar school en ik moet zo aan het werk. Dus deze gaat ze vast uitpakken en die andere krijgt ze dan vanmiddag. En eentje is iets te laat binnen, die komt pas morgen. Dus daar moet je even wachten. Maar deze gaan we uitpakken. Nu eerst zingen. Hoera, zij leven lang. Hoera, hoera. Hippie de piep. Hoera. Hippie de piep. Hoera. Hippie de piep. Hoera. Het is wel mooi cadeaupapier, hè? Ja. Oh nee, wat is dat? Als je rommelaar, ik zie steentjes, ik zie knuffels. Ik zie alles een babysetje. Oh, ik zit een beertje. Ah, vind je het leuk? Ja. Nou, mijn nieuwe job gaat beginnen. De SMA IJzer, de Zweedse buienradar. En die gaat de installatie doen. Daar staat hij dan. Kunnen we elke ochtend of de sneeuw of de regen meten. Top.
Yes, you have to measure snow deep, yeah? With what you call in English? Tombstock? Yeah, tombstock. Tombstock. That's Dutch. And not press too much because then it bends. Mm-hmm. Yeah. And 3 points, and you take the mean value of that. Okay. Just centimeter accuracy. Centimeter. Yes. Zoals je hebt kunnen zien is Jeroen klaargestoomd om weer observant te zijn. Superleuk. We gaan nu even taart eten voor Bo's verjaardag uiteraard. Want we hebben een mooie taart laten maken bij Olof van de Bakkerie. Dus nu tijd voor taart en daarna patat. Tuurlijk, zij mag kiezen wat we gaan eten. En het is patat met kipnuggets geworden. Ja, modeleva. Ja, moeder leven, ja, moeder leven, die hundra die om. Ja, wiska de leven, ja, wiska de leven, ja, wiska de leven, die hundra die om. Hippie de piep! Hoera! Hippie de piep! Hoera! Ja. Nou, blazen! Ja! Ja! Dank je. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. En alles is of aan het werk, of naar school, of de kinderopvang. Voor mij is het een klusdagje. Vandaag, wat staat op de planning? Nou, in ieder geval proberen om de schoorsteen zo goed mogelijk af te krijgen. Zodat de kachelpijp past. Het gat moet nog een klein stukje ruimer. Dan ga ik vuurvaste cement erin maken. En dan zo goed mogelijk aansluiten. En vervolgens is het idee dat ik deze muur, en de kast en de deur, et cetera, even opnieuw ga verven. En verder zien we wel wat we nog meer kunnen doen vandaag. Dus ik neem jullie mee. Het gat is ruim genoeg, ik zal het jullie laten zien. Deze buis komt erin. Bij. En het barst. Perfect. Top. En nu ga ik de vuurvaste mortel aanmaken. Ik heb nog wat anders bedacht. Ik ga er vuurvaste stenen in leggen. Die metsel ik erin. En daar overheen werk ik het af met een laagje vuurvaste mortel. Dat ga ik nu even klaarmaken. 6 kilo, 900 milliliter water erbij. We gaan het zien. Zo, die zit dicht. Charmant lampje op het hoofd. Anders kon ik het niet goed zien. Maar ben benieuwd, 17 oktober wordt hij gekeurd. Dus dan horen we wel of de schoorsteenveger het zo goed vindt. Ben benieuwd. Komt vast goed. Ja, daar zijn we weer. Het plan was om te gaan verven binnen. Nu de schoorsteen zo goed als klaar is. Maar het begint te sneeuwen. De weersverwachting is ook dat het behoorlijk gaat sneeuwen. Dus gaan we even de wintermantel eronder zetten. Ik heb er al 2 onder. Dus nog 2 te gaan. Ja. Dan heb ik hier wel een sleutel. Automatische sleutel. Maar daar zet ik ze niet meer vast. Ik doe dat wel met... Waar heb ik hem gelaten? Hier ook. De momentsleutel. Want de vorige keer dat ik de banden ging verwisselen, zaten dingen zo vast.
dat ik hem bijna niet los krijg. En die dingen hoeven maar met 140 Nm vast. Dus ja, in zo'n slagsleutel gaat dat gewoon veel te gek. Dus ik gebruik gewoon een momentsleutel. Dan zit het vast zat. Nou, dat was het quick fix. Ik denk een kwartiertje. Alle vier de bandjes er weer onder. Dus wij kunnen veilig de winter door. Top! Goedemorgen deze morgen. Wij zijn wakker geworden met sneeuw. Deze is al naar het werk toe. Die vond het wel een beetje spannend, zo die eerste sneeuw weer. Maar nou ja, zoals jullie gezien hebben, heb ik de spijkerbanden al onder de auto gezet. Ja, je moet je daar gewoon een beetje aanpassen. Maar ik denk dat de weg al wel schoongemaakt is vanochtend. En de meiden die zijn eigenlijk direct naar buiten gegaan en willen sneeuwbal of een sneeuwpop maken. En dat lukte aardig. Goedemiddag jongens, het is vrijdagmiddag, dat betekent weekend. Ja, je hebt mij de rest van de week niet gezien. Want ik was aan het werk, ik had ochtenddiensten de hele week en ik heb nu weekend. Meiden hebben weekend, Jeroen heeft weekend. Jeroen is lekker aan het koken, maar ik kom thuis jongens. De wasmand is leeg, het huis is aan kant. Jeroen is lekker platbrood aan het maken, lekker wat recepten aan het uitproberen. Ik kan hier wel aan wennen hoor. Nee, gekheid. Nee, hij neemt die huishoudelijke taken op zich omdat hij nu thuis is. En ik help hem als ik vrij ben natuurlijk ook. Maar dat is wel super fijn dat hij daar zo in helpt. En hij is natuurlijk begonnen deze week met zijn baan als weerobservant. Dus jullie hebben kunnen zien hoe hij de eerste sneeuw heeft gemeten. Sneeuw is inmiddels weg. Het is een beetje regenachtig. Het blijft ook boven nul. Dus we gaan het zien hoe lang het duurt voordat de eerstvolgende sneeuw weer valt. Dit weekend op de planning naar opa en oma bezoek, want die hebben wat meubels gekregen. Zondag heeft Bo een verjaardagsfeestje van een klasgenootje van haar. En we zijn bezig om haar verjaardagsfeestje ook te gaan plannen. Dus daarover later meer. Goedemorgen jongens, het is zaterdagochtend 5:15. Mooi op tijd. Ik heb Jeroen wakker gemaakt, die was op de bank in slaap gevallen. En ik ben al wakker omdat ik gisteren best wel op tijd op bed lag. Ik was ook gewoon echt moe. Dus ja, dan ga je gewoon slapen. We gaan het vuurtje aandoen. We gaan hem alvast een keer proberen voordat de chimneyman komt. Alles is goed aangesloten, afgekit. Dus het zou goed moeten werken. We hebben hem zo aangesloten zoals dat, ik zeg chimneyman, hoe heet hij? Schoorsteenveger heeft gezegd dat we moesten doen. Die heeft natuurlijk van tevoren de schoorsteen gecheckt en die zag er prima uit. Dus we gaan hem een keertje aandoen om te kijken of het inderdaad ook echt goed is of dat we nog iets moeten doen. Het is buiten -4, dus het heeft lekker gevroren. Dus het is ook gewoon lekker om dan even het vuurtje aan te steken, toch? Krijg je minder brand? Hij staat aan.